Call of Duty Vanguard, dames en heren, hij is uit en je weet het, uh, wij wachten altijd even een aantal dagen uh, zodat we ook goed de multiplayer kunnen spelen. Je weet het, de balans, dat is altijd die eerste dagen, dan, dan, dan zie je het pas goed. Uh, Call of Duty Vanguard is uit op alle platformen die je zo ongeveer kunt bedenken. En het heeft eigenlijk drie componenten en het krijgt nog een vierde erbij, namelijk Warzone over een maand. Het heeft de singleplayer, het heeft de multiplayer en het heeft een... Zombie mode. En we gaan ze gewoon even alle drie aflopen. Um, de single player mode draait om een groep. Van vier, waarvan er drie man zijn en één een, een vrouw, die bij elkaar zijn gezet tegen Wil en Dank. Um, zij worden tijdens een, een geheim operatie, eigenlijk een soort van de eerste soort vorm van Special Forces. Worden zij gepakt door de nazis, door de Duitsers. Uh, ze worden verhoord op hardhandige wijze. En tijdens die verhoring, en dat ze met elkaar in de bak zitten en ook met elkaar aan het bakkeleien zijn, krijg je eigenlijk de backstory. Te horen van deze verschillende personen. Een zwarte Britse soldaat, daar krijg je een stuk van. Je krijgt natuurlijk uh, Paulina Petrova, de chick, uh, een Russische sniper. En dan krijg je een stukje Stalingrad, et cetera, et cetera. Het duurt ongeveer vijf tot zes uur om het uit te spelen. Als je en... op een hoge moeilijkheidsgraad uh, speelt we wat langer. Ja, de AI is niet superbriljant. is knullig. Echt knullig af ja, en toe. Af en toe is hij vrij knullig. En um, we kunnen hier heel lang over praten, Skate, maar dat doen we eigenlijk altijd in de premium review. Um, daar hebben we het ook een beetje over het woke gehalte, of dat nou wel of niet zo is. Dus wat dat betreft, dan verwijs ik even naar de premium review, omdat het heel lastig uit te leggen is in twee zinnen. Maar dit is gewoon een archetypische Hollywood... Call of Duty ja, die gewoon niet zo extreem veel om het lijf heeft. Het doet niks nieuws. Nee. Uh, wat je, oké, okay, het brengt vier mensen terug in het verleden met hun eigen backstory. En ja, ah, dat is vrij aardig, maar na die zes uurtjes uh, dat ik hem had uitgespeeld, had ik wel eens zoiets. Oké, okay, wat heb ik nu precies gedaan? Ik ben het alweer grotendeels vergeten. Uh, het maakte niet heel veel indruk, verhaal, technisch gezien. Knalde lekker weg. Ja, maar het is kalm, of doe die ten voeten uit, weet je wel. Dus uh, gewoon qua. Setpieces, daar zijn ze altijd wel goed in. Mm -hmm. Of het nou om Treyarch gaat, of Infinity Ward, of in dit geval Sledgehammer. Weet altijd wel mooie setpieces neer te zetten. Uh, uh, weinig schokkens. Zoals ja. je dat vroeger nog wel eens had. Uh, er gebeuren wel wat dingen dat je zegt van. Oh, zo hoe, Nou, nou, het is wat. Maar de uh, risico's worden wel een beetje... De risico's worden inderdaad ontweken. Maar dat geldt eigenlijk voor Call of Duty over de gehele breedte natuurlijk. Ja, de, de laatste jaren uh, 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 zeker. En ja, kijk, wat ze gewoon doen is, is uh, um, een aantal bekende Call of Duty gameplay elementen. Uh, je weet het wel. Uh, op een tank zitten met een mitrailleur. Uh, in een vliegtuig zitten. Uh, een stukje snipen. Uh, een loopgraven oorlogje. Uh, je moet een bunkertje kleren. Al die dingen heb je... Al, nou, hoeveel Call of Duty zijn er geweest? Laat ik zeggen dat het de 10 plus zijn. Nou, die heb je dus al 10 plus keer gedaan. Alleen het ziet er nu mooier uit. Um, ik, ik heb op de PlayStation 4 gespeeld. Dit is ook PlayStation 4 beeld. Uh, ik kan echt wel genieten van een Stalingrad. Inderdaad, die mooie set pieces. Maar als ik heel eerlijk ben. Um, tijdens die zes uur dat ik het gespeeld heb, heb ik me geen moment verveeld. Maar twee dagen daarna heb ik er ook niet meer over nagedacht. Verder, het nee. is it, it, done. Het is, te, het is leuk wanneer je erin zit, maar als, je het, helemaal, ja, als het klaar is, dan, dan, dan vergeet je het en dan denk je er inderdaad niet meer aan terug. Wat in principe niet per definitie een uh, probleem is, want nee. als jij Call of Duty koopt voor de singleplayer, dan moet je sowieso maar eens een keer naar een, een psycholoog gaan, want ja. dat is niet waar je de game voor koopt. Het is het opwarmertje, dus ik was opgewarmd, Skate was opgewarmd en dan ga je naar de multiplayer en die... Um, die verrast uh, wel degelijk op een aantal terreinen. Uh, 16 maps, dat is de eerste positieve uh, kanttekening. 16 maps plus nog eens een keer 4 voor de uh, patrol mode of voor de champion... Um... Champion hill? Ja, dus, dus eigenlijk heb je 20 verschillende locaties. Een aantal zijn wel gerehashed, maar heel veel verscheidenheid. Uh, plus een nieuwe toevoeging die ik leuk vond. Uh, je kunt namelijk aangeven wat je wil spelen. Team date match, kill for all, blablabla. En dan de pacing en die... Uh, verschilt tussen uh, Tactical, Assault of Blitz. Waarbij Tactical eigenlijk... Uh, ja, dan speel je bijvoorbeeld 6 tegen 6 of 10 tegen 10. Dus de pacing is wat lager. Uh, en Blitz, uh, dan flikkeren ze gewoon uh, 30 plus man in een kleine map. En dan is het gewoon... Bam, 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 bam. Weet je wel, dat soort dingen. Nou, het is wat je leuk vindt. Maar voor mij, ik hou van Tactical. Uh, wat rustiger en... Um, niks verder heel speciaals nieuws behalve dan dat je de omgeving ook wat kapot kunt maken in die deur je ziet daar wat hout nou daar kan je dan doorheen glijden of beuken of je kan het kapot schieten um, zodat je weer een andere manier van ergens binnenvallen hebt ik heb me ermee vermaakt wapens schieten prima als je de attachments vrij snel bij elkaar hebt en ja, dan is het gewoon weer ouderwetse multiplayer lol. Ja, je merkt wel weer dat. Uh, nou, in zo'n eerste week. Dan zijn er toch een. Uh... Twee drietal wapens die ja. je het meest ziet, in dit geval de wapens waarmee je ook begint. De STG44 ja. en de MP40. Ja. Um, de tijd zal moeten uitwijzen of er op een gegeven moment een verschuiving ontstaat. Wanneer blijkt dat bepaalde wapens met bepaalde attachment toch weer beter zijn. Vooralsnog lijkt het uh, dat de balans wel redelijk in orde is uh, tussen de wapens. Ja. Waar ik me wel een, 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 enorm aan stoorde was het feit: dit is trouwens ook een, een rehash map. Um, ja. um, het, het feit dat je niet of Nauwelijks voetstappen hoort. Ik vind dat echt essentieel eigenlijk voor een shooter. Mm -hmm. Het feit dat dat er niet in zat, dat ik gewoon af en toe van achteren genakt werd, terwijl ik zoiets had van, ja maar hoe dan, weet je wel? Uh, waarom ja. hoorde ik jou niet aankomen? Ja, ik vind het echt een hele slechte zaak. En voetstappen hebben we vaak genoeg wel gewoon uh, gehoord in een Call of Duty game. Dan vind ik het echt bizar dat dat er nu niet in zit. Ik hoor mijn eigen voetstappen, ik hoor af en toe voetst ik hoor voetstappen van teammates, maar niet van de vijand. Ik kan me niet voorstellen dat dat allemaal dankzij een, <laughs> een of andere perk is. Uh, en, en ik vind het storend. Nee, want je hoort Ook het vanaf het begin toen iedereen nog geen die perks had, dus ja. nee, precies. En wat ik gewoon ook heel storend vind, is dat ik heel vaak uh, schietgeluiden in de achtergrond hoor mm -hmm. die niet bij de die geen onderdeel uitmaken van de gameplay, dus uh, om een soort van uh, je yeah. maakt onderdeel uit van een groter strijdtoneel, maar uh, tuk, 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 dat wil ik niet horen, want het nee. spoort me. Ik wil me focussen op de geluiden in mijn directe omgeving. Ja. ik wil niet uh, fictieve geluiden in de achtergrond uh, horen, weet je nee. wel. Uh, de... Is dat de TDK? De Time, de, 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 time, time to Kill? Ja, nee, precies. Dus ja. De, de, die vind ik ook redelijk. Het is niet zo dat je. Uh, tuurlijk, headshot is headshot. Dat is een snel dood. Ja, maar ook weer niet te snel. Als, als jij okay. twee assaults tegenover elkaar hebt. en dat, dat is toch mijn lievelingsgevecht, weet je wel. dan kun je, dan kun je als het geen gemikt headshot is. dan kun je wel één bullet of twee bullets hebben. en ja. toch nog dat gevecht winnen. Um, het, het is boots on the ground uh, over het algemeen. Ik heb geen hele rare dingen behalve dan dat toch mensen. ja, jumpen als ze binnenkomen of sliden. Maar ja, dat, dat is ook Call of Duty. Het is gewoon Call of Duty. En. Ja. Er zitten, geen, er zitten 16 maps in, dus heel veel verscheidenheid. Wat, wat voor mij uh, een beetje als een rally game werkt, namelijk dat ik niet heel snel door heb hoe een map werkt, waardoor het steeds toch wel weer verrassend blijft en leuk. Maar er zit niks tussen. Uh, er zit geen Nuke Town bij of zo. Ik Je, je denk, wel die hele ja. kleine map. Dat is house. house ja. En ik merk gewoon ik heb de eerste paar uur, maar dat is altijd bij mij. Ik ga altijd rennen, rennen, rennen en schieten. <laughs> dus ik ga dan vaker Als dood. Een kip zonder kop. Maar, ja. ja, die ken de maps nog niet. Maar en, en sommige oude maps ken ik dan nog wel. Dus ja. uh, een beetje muscle memory. En, maar na die eerste paar uur, dan verdwijnt die frustratie wel. Want dan neem ik wat gas terug. en Dan ken ik de map wat beter. Ja. Dan gaat het ook allemaal steeds beter. En dan uh, maak ik mijn killetjes. En dan uiteindelijk word je uh, vaak. Aan een, uh, dan word je regelmatig. een MVP aan het eind van een gewonnen potje. Ja, nou ja, potjes winnen doe ik wel ja. bijna altijd, maar... Die shit, jongen, dat is zo fucking irritant. Ja, nee, dat, dat mogen ze voor mij inderdaad ook weghalen. Het is feitelijk uh, aan het eind van het potje. krijg je degene naar nou, hier, Team MVP. Uh, het hartstikke leuk. En het, het, het is wel een eer om even een keertje in beeld. Maar als het honderd keer is, uh, ja, dan word je er niet vrolijk van. En na elk potje, je krijgt wat extra XP volgens mij. Als, als MVP zijn ja, er maar 25. Dit houdt alleen maar op. Dit duurt ja. lang. Mensen willen gewoon door naar de volgende, naar de volgende fucking game. Weet je wel. Nee. Maar ja, goed. Anders had je toch ook wel moeten wachten. Het duurt altijd even om dat nieuw in te laten. Surfers, trouwens, tot nu toe geen probleem. Dat kan zijn omdat ze het fantastisch voor elkaar hebben, maar het zou ook zomaar te maken mee kunnen hebben dat de game niet zo massaal gespeeld wordt als vroeger. Wat logisch is, want ik hoor er ook niet zo heel veel van. Tot slot is daar de zombie mode en daar kunnen we denk ik vrij kort over zijn. Um, die is door Treyarch gemaakt, maar het is niet Treyarchs beste werk. Nee. Alsof dat... dit nog ergens op de map op de, in de kast lag? Ja, het, 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 ik weet niet, het brengt ook weer, uh, ik weet het niet, het brengt weinig teweeg, <laughs> ja. uh, laat ik zo zeggen. Het, uh, het doet weinig, uh, ik speelde net gisteravond nog met, uh, met twee andere guys en ja dan zit je op een gegeven moment in een in, in, uh, ronde 8, ronde 9, ronde 10, uh, het gaat allemaal oneindig door in principe. Maar, uh, jongens, ik ben er een beetje klaar mee. Ja, uh, maar dat is omdat in het verleden, waar je, 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 je ammo was schaars, je wel, ja, elke ja, ja, kogel ja. telde. En nu, weet je, je pakt een, uh, een, een assault rifle of een shotty en je begint gewoon te ragen als een malle, en je vindt overal wel weer ammo. Uh, het wordt op een gegeven moment echt wel wat moeilijker met explosive uh, zombies en met uh, van die gasten die heel erg uh, echt bullet sponges zijn. Ja, het zijn er maar vier of zo. Vier verschillende zombies. Dat is ja. eigenlijk ook wat weinig. Maar het is, sowieso is deze hele zombie mode karig. Ja. Ik hoop dat volgende, volgende maand pas weer nieuwe content ja, komt. Do, doe het dan dan. Ja, weet je wel. Maar ja, je wil natuurlijk... Het is al moeilijk genoeg om Call of Duty aan de man te brengen. Het is niet meer zo de Nou, manier. wel. Ja. Ja, weet ja. Je, vroeger was het gewoon oh ja Call of Duty no-brainer. Uh, ja. Miljoenen mensen gaan het kopen. Het wordt nu uh, niet makkelijker. Je hebt ook nog natuurlijk de competitie van Halo, van Battlefield 2042. Ja. Uh, de, de teruglopende populariteit uh, sowieso van Zeker. Uh, Call of Duty. Dus ja, je wil een zo compleet mogelijk uh, pakket aan de man brengen vanaf day one. Maar uh, dat pakket is uh, is flawed. It, 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 yeah, het 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 niet gedeelte wel. Ja. Uh, uh, je krijgt natuurlijk straks over een maand Warzone erbij. Uh, dat is natuurlijk ook free to play. Dus ja. dat dat en dan moet... loopt de hele multiplayer pool gewoon leeg. Ja. en gaat dan zich weer richten op Warzone. Dat en, zou kunnen. Dan ja. ga jij uh, moeilijk potjes vinden dan als multiplayer guy. Nou, dat zou best wel eens kunnen. Um, ff, kortom, singleplayer kort. Oké, okay. verzorgd, verzorgd oké, okay krachtig. Uh, weet je, daar koop je hem niet voor, dus daar heb je gewoon wel een leuke tijd mee. Opwarmertje voor de multiplayer, die uh, verrassend leuk is en ook best nog wel. Uh, er zijn altijd wel balansproblemen, maar er zit genoeg fun in als je echt van de Team Dead met de Capture the Flags de, de, de Domination houdt, dus daar val je geen bijl aan. Zombie mode. Vind ik niet heel erg sterk. Stel je bent echt een groot fan van zombie games. Dan kan je beter back for blood uh, in de Game Pass gaan spelen dan ja, dit. Er zijn echt, ik, bedoel, ik heb wat mensen gesproken. Zeiden nou ja, ik vind het een leuke zombie mode. Maar er zijn heel veel zombie uh, mode spelers die echt zwaar teleurgesteld zijn. Ja, deze, het, uh, het is absoluut niet het beste werk. Dus feitelijk, um, ja, dan de eindvraag: uh, is het een kopen, een must buy? Of is het een, een, een slopen of een budgetbak? Um, mag ik aftrappen? Doe maar. Ik zeg kopen. En dat, dat wordt heel gewaagd. Maar ik, ik vind gewoon, uh, um, ik moet naar mezelf kijken. Dus ik geef vanuit mijzelf mm -hmm. mijn advies. Dus hè, bij GameKit, je weet wat voor een type gamer ik ben. Ik hou heel erg van de Team deathmatch multiplayer. Die 16 maps nu al voor die, uh, die 6, uh, ja, wat zijn, 6 à 7 tientjes. Uh, daar ga je meer dan genoeg tijd in besteden. Tientallen uh, uren. Um, en de singleplayer mode is oké. Okay. Dus dan zeg ik van, dat is dan wel het geld waard. Waarbij ik wel zeg, van als jij al een gevoel had van, ja, ik weet het niet, moet ik hem nou kopen of ga ik toch mijn geld bewaren? Het is geen must-buy in die zin. Maar ben je echt van, ja, ik vind Call of Duty altijd leuk, koop hem gewoon, want dan heb je gewoon een prima Call of Duty. Ja, voor mij ik ben inmiddels aanbeland in een fase waarin Call of Duty's budgetbak titels voor mij geworden zijn, mm -hmm. zeg maar. Ja. Van, ik, ik heb niet de behoefte om met een uh, redelijk korte campagne, as usual. En een multiplayer waarvan ik niet weet of ik dat uh, week in week uit ga spelen. En zombie mode die ik links laat liggen. Verder omdat het me niet uh, genoeg boeit. Ik denk niet dat ik daar het volle pond van 60, 70 euro voor wil betalen. Als het niet ja. meer is. Um, doe mij maar gewoon budgetbak. En dan heb ik daar zo nu en dan eens. Dus een leuke tijd mee, niet meer dan dat. En het is gewoon wachten op Warzone, want ondanks het feit dat ik de afgelopen maanden geen Warzone meer heb gespeeld, ben ik wel weer heel erg benieuwd naar de ja. nieuwe map en de, hoe, het, hoe, de, hoe de wapens uh, daarop zullen zijn. Uh, ja, of het gevarieerd is, of er een goed spanningsveld ontstaat. Ja, dat is iets waar ik wel weer naar uitkijk, ja. ja. Maar ja, daarvoor hoef ik dan niet per se te, de rest van Call of Duty nog te hebben, weet je wel? Nee. Het is absoluut geen innovatieve, wereldschokkende Call of Duty. Het is gewoon een Call of Duty waar je prima mee kunt vermaken. Meer kunnen we er niet van maken, als het ware. En Warzone over een maand, daar maken we natuurlijk weer een, een nieuwe video over. En dan zit Boos er ook bij, die Mr. Warzone is. Um, en dan gaan we kijken of dat dan wel die enorme meerwaarde gaat brengen uh, voor de Call of Duty franchise.